Telling to My Heart, Taylor Dane. Maar de volgende plaat, Herbert, daar ging het bij mij eigenlijk over. Dat is nu eens een plaat die voor mij in de top 2000 zeer, maar dan ook zeer hoog mag genoteerd staan. Ja, je moet nog heel erg jong geweest zijn toen die plaat uitgebracht werd. Ik was 8 jaar en ik vergeet trouwens ook nooit het beeld. De moment wanneer ik ze voor de eerste keer heb gehoord. We moesten met de paar broers naar de kapper. In Leopoldsburg woonden wij toen. Vlak over het station was een kapper. Met ons fietsje daar naartoe. En degenen die klaar waren, wachten buiten. En ik was eerste, denk ik, of tweede, maakt niet uit. Ik ga naar buiten en er staat een auto geparkeerd met het raam open, goed weer. En ik hoor dat. Ik hoor You Really Got Me van The Kings. Er zit een jonge gast achter dat stuur en ik vraag hem, wat is dat? En hij zegt, ja, rock uit Engeland, The Kings. En ik steek het in mijn kop en ik ben met mijn kleine spaarcentjes naar een platenwinkel gereden en ik heb dat singeltje gaan kopen. En hebben we dat thuis opgezet en door dat nummer ben ik eigenlijk van plan, of was ik zeker dat ik in de muziek ging gaan. Want ik ben, ik denk 2 weken daarna ben ik me gaan inschrijven in de muziekschool. Dat is ongelooflijk. Ja. Hoe werd er thuis geluisterd naar muziek, Walter? Want je zegt, ja, ik kocht dat singeltje en ik zette dat op. Dus er was een platenspeler op dat moment? Er was een platenspeler, maar mijn vader was een liefhebber van de rustigere dingen. De crooners. Het heeft weinig met de crooners te maken. Maar hij luisterde dan Bing Crosby en dat soort van dingen. Ook big band muziek. Maar niet overdreven veel. Want hij hield niet van lawaai. Dat stond altijd vrij stil zelfs. Maar op het moment dat vader er niet was, ja, dan werd die pick-up door ons ingepikt. We waren met 6 jongens, waarvan 5 op 5 jaar. En ieder had zo'n beetje zijn eigen muziek. En 1 keer per week mochten we ook een singeltje gaan kopen. En ja, dan wordt die muziek gespeeld. Hè. Ja, Ray en Dave Davis. Ja. Wij samen terug naar 1964.